Amerika heeft op veel te grote voet geleefd, zegt Herman Wijfels, die deze week stopt als bewindvoerder bij de Wereldbank. Amerika is de rijkste natie op aarde. En die hebben de afgelopen jaren meer besteed met z'n allen dan ze zelf verdienden. En die hadden dus de besparingen nodig van de Chinezen en van de Europeanen om hier hun investeringen te financieren, om hun oorlogen te financieren. Nou, en dat breekt nu geweldig op. Op de pof leven komt tot nu toe ook omdat de dollar niet meer is gekoppeld aan goud. Geld kan naar believen worden bijgemaakt. Daar hoef je niet eens een dollarbiljet voor te drukken. Veel geld bestaat alleen nog maar virtueel. Een van de redenen waarom het met het monetaire bestel uit de hand is gelopen is, naar mijn opvatting, dat eigenlijk geld footloose is geworden, of je zou kunnen zeggen, niet meer geaard, niet meer echt verbonden met de reële economie. En ik denk dat het de moeite loont om eens heel goed te kijken naar een verankering van geld in de reële economie. Bijvoorbeeld koppelen aan grondstoffen of andere dingen die rechtstreeks te maken hebben met wat er feitelijk aan producten en diensten voor mensen wordt gemaakt. De Nederlander ziet de VS als een land in grote problemen. Een oorlog waar iedereen genoeg van heeft, achterstanden in onderwijs en gezondheidszorg en op de koop toe een economische recessie. Dat betekent toch al bij al dat we hier straks een nieuwe president krijgen die misschien wel de slechtste uitgangspositie aantreft voor zijn termijn sinds vele, vele presidenten, misschien wel ooit. Heeft u een voorkeur, Obama of McCain? Ik zie Obama echt als de toekomst. Man met ideeën die de 21ste eeuw kunnen maken. En McCain, hoewel een hele prima man op zichzelf en een gematigde republikein, maar toch veel meer, laat ik maar zeggen, met een aantal ideeën die meer de 20ste eeuw vertegenwoordigen. Dus in die zin is hij het verleden wat mij betreft en Obama de toekomst.